Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trokken vanochtend wat wolkenvelden over Nederland en die zagen we met name in het westen van het land. Op de Noordzee liggen de dikste exemplaren en die schampen de westkust. In het oosten van het land is het veel vaker zonnig. Temperaturen vanochtend zo'n 16 tot 18 graden, een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwestelijke richting. Vanmiddag verandert er wat wind betreft niet of nauwelijks iets. Wat weerbeeld eigenlijk betreft ook niet, want we hebben zonnige momenten en er trekken soms wat wolkenvelden over waarbij we de meeste wolken in het westen zien en de meeste zon in het oosten. Temperaturen lopen uiteraard wel verder op. Landinwaarts wordt het zomers warm, 25 tot 26 graden en in de kustgebieden 20 tot 23 graden. De laagste waarde komen we tegen op de Wadden. Vanavond ook een rustig zomersweerbeeld met temperaturen zo tussen de 20 en 24 graden. De wind wordt zuid tot zuidoost en verder verandert er heel weinig. Morgen dan een zeer warme dag. Het kan weer tropisch worden in het binnenland, 30 tot 33 graden. Met de wind die eerst zuidelijk is, later draait naar het westen en dan begint het van het westen uit ook af te koelen. Dat gebeurt langs de westkust al zo rond de middag en in de loop van de middag breidt die afkoeling zich dan oostwaarts uit. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, heel misschien in de namiddag of avond een onweersbui in het zuidoosten van het land. Ook vrijdag kans op een regen- of onweersbui, met name in het oosten. In het westen is de regenkans duidelijk veel minder groot. Temperaturen gaan wat terug, 23 tot 27 graden. En zaterdag ook wat magere temperaturen als we kijken wat we gehad hebben. Want het is heel normaal voor de tijd van het jaar, die 23 graden. Ook zaterdag misschien nog een regen- of onweersbui, maar de kans is heel klein. En zondag is het gewoon weer droog en zomers weer. Temperaturen lijken de dagen daarna ook weer op te lopen. Het kwik stijgt vanaf zaterdag eigenlijk alweer geleidelijk aan naar 25 graden en meer. We zien wel dat de onzekerheid behoorlijk groot wordt. We kunnen boven de 30 graden uitkomen, maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat het kwik net boven de 20 zit, zo vanaf midden volgende week. Voorlopig moeten we in ieder geval concluderen dat de zomer redelijk stevig in het zadel zit. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.